Bergharen heeft het twee jaar zonder moeten doen, maar er komt nu weer een buurtsupermarkt. Stichting Blije Bikkels gaat deze beginnen. Maar is er eigenlijk wel behoefte aan? Ja, zou ik heel fijn vinden. Hè? Even de melk halen en even een brood halen als het weer op is. Dan hoeven we niet helemaal de auto te pakken. Als je beter aan de prijs is wel, ja. Maar vaak moeten die buurtsupers moeten duurder worden. Ik vind het prima. Ik vind het geweldig. Nu kijkt het ook zo... Uh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het... Uh... Een beetje verwaarloosd ziet het eruit. Alhoewel nog veel mensen even aan de deur voelen van... hé, uh, hey, is die niet open? Of, uh... Nu dus nog niet, maar als het goed is openen de deuren over een jaar. Nou, een super in Bergharen is er eigenlijk altijd geweest. Alleen de laatste twee jaar is die gesloten. In de praktijk blijkt dat, uh, dat er toch heel veel mensen nu dit missen. En uh, in het verleden is dus een supermarkt uh, geweest die op zich goed draaide. Maar omdat de kosten nogal vrij hoog waren... En uh, dat het alleen maar een supermarkt was, ben je beperkt in, uh, in de mogelijkheden. Om te voorkomen dat de buurtsuper net als twee jaar geleden verdwijnt, wil de Stichting het nu groter gaan aanpakken. Ja, de plannen zijn om er ook een ambachtelijke bakkerij uh, in uh, te maken en daarnaast nog een stukje horeca. Inwoners van Bergharen krijgen vrijdag de kans om hun ideeën over de buurtsuper te delen bij een informatiebijeenkomst.